Op een ochtend word ik met regelmaat wakker en dan staat toch onze energieconsumptie nog steeds op nul. En ja, dat vind ik fantastisch, want dat laat zien dat de windmolen op dat moment echt heel erg goed zijn werk doet. Wij kijken heel erg naar onze koeien. Wat voor dier willen wij? En dan kijken wij naar een duurzaam koppel. Maar wij maken nu ook meer gebruik van de elementen die ons goed geboden worden, om het zo maar te doen. Dat is ook hoe wij naar de toekomst kijken. Wij willen proberen om steeds minder afhankelijk te worden van externe input. Om zo op een zo duurzame mogelijke manier melk te produceren. Wij melken hier 100 koeien met bijpassend jongvee. Het is een bestaand familiebedrijf en mijn vrouw runt het operationeel. Wij melken onze koeien met 2 melkrobots. Ja, we hebben dus echt gekozen voor wind en zon. Dat is onze energiemix. Onze werkelijke consumptie, wat wij afnemen van het net, is gigantisch gedaald. Wat wij belangrijk vinden is de natuurlijke uitstraling van deze molen. Er fietsen mensen letterlijk voorbij en die komen de dam op omdat ze even naar de windmolen willen kijken of iets meer informatie willen rond de windmolen. Nou, ik denk dat je geen groter compliment kunt krijgen. Qua energieverbruik zitten we nu zeg maar, op die 65.000 kilowatt. Maar naar de toekomst zou dat best wel veel hoger kunnen gaan zijn. Denk aan elektrische trekkers, shovels, misschien wel een elektrisch voersysteem. Dan zou mogelijk een tweede molen zou echt wel tot de mogelijkheden behoren.